allemaal vandaag een shoplog van Action met knutselspulletjes, maar ook kerst. Hoi allemaal, wat leuk dat je weer een video komt kijken bij mij. Mijn naam is Belinda. En dit is het knutselkanaal Creablon. En vandaag is echt een XXXL shoplog van Action. Ik heb een aantal knutselspulletjes wat ik jullie wil laten zien. Een aantal tips daarover. En daarnaast ontzettende leuke kerstspulletjes. Want ik werk bij een dagbesteding. En daar hebben we alvast wat inkopen gedaan. Want eigenlijk is het assortiment volledig aangevuld, tenminste bij onze Action. En dan is het toch wel heel leuk om het alvast te halen, want ja, het is nu allemaal voorradig. Maar ik laat eerst eens even wat zien bij de gewone creatieve afdeling. En dat zijn deze leuke stickers. Die zijn, ik dacht 99 cent. Ik weet niet alle prijzen, maar je weet, Action is nooit duur. Ik vind deze zo leuk, het hondje. Dit is een beetje, er staat ook tegenwoordig, dat vind ik zo leuk, van DecoTime, dat het allemaal wat verandert. Maar ik vind deze zo leuk. Het is eigenlijk de sewing, een beetje creatief thema, deze twee vellen. En deze vond ik zo mooi voor de herfst. Moet je kijken, wat een lieverd. En ik ben voor iemand even een heel lief aanmoedigingspakketje aan het maken. Want er zijn sommigen die zijn wel heel zwaar getroffen door alle coronamaatregelen. En ik dacht, diegene vindt het vast leuk om iets te ontvangen. En zeker, ik weet dat diegene houdt van dit soort hele lieve afbeeldingjes. Dus ik ga een pakketje voor haar maken en dat doe ik deze ook bij in. Dus deze had ik meegenomen. Ik vraag me eigenlijk af, even nog op terugkomen, wat je doet hiermee. Ik zie het ook op anderen zitten. Ik weet eigenlijk niet zo goed. Oh, deze zit het dan niet. Maar wat je daarmee doet, wie weet hebben jullie een idee. Het zijn een soort watercolor stippen. Maar goed, de rest, de paddenstoel natuurlijk. Maar ik vind alles prachtig. Alleen, ik wist niet zo goed wat dat betekende. Deze zijn al een poosje, maar waren nog niet bij onze Action, nu wel. Paper Stack Deluxe. En het zijn allemaal papiertjes in een thema. Ik heb er één meegenomen, want de rest vond ik, ik heb heel veel papier. Dus ik neem op dit moment echt alleen maar mee waarvan ik denk, hey, dat is een meerwaarde en anders doe ik het niet. Maar ik vind dit thema heel leuk met jungle en prins, dierenprins. En er zit deze in en ieder blaadje zit er, één keer in. Ik dacht drie keer, maar één keer. Deze. En dan heb je dus verschillende groottes erin. Deze is ook leuk met de kakatoe. Een mooie dierenprintje, maar deze vind ik ook mooi. Ze zijn dus een embossing, want er zit een glitter, maar dat zit er dik bovenop. Dus dat vind ik wel heel leuk. En ik dacht dat deze 99 cent was. Heel mooi, deze vind ik ook zo prachtig. Want de tijgers of leopard of puma of wat het ook is, zit er ook weer dik bovenop. Dit is wel mijn favoriet. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, maar ik vind hem wel heel leuk. En hij spat gewoon van je papier af. Deze vind ik ook wel heel mooi. En deze papiertjes zijn dus glad en zit een soort coating overheen. Dus zo heb je verschillende papiertjes. En achterin zit ook nog een stickervel. En dat is deze. Dus ik vind hem ontzettend leuk. En dit boekje heb ik meegenomen. Deze is dus voor mij zelf om mee te sneeuwmelen. De spullen die ik laat zien van de kerst heb ik even meegenomen van mijn werk. Want ik dacht, ik kan het wel even laten zien. Maar die heb ik. Ik heb zelf heel weinig van kerst gekocht, omdat ik laatst die shoplog liet zien van Marjaco, waar ik heel veel spulletjes van kerst heb gekocht. En dit keer doe ik dus wat minder van Action. De Achieved Cardstock. Dit zijn dus stickervellen eigenlijk.
Maar deze kun je door bijvoorbeeld je stansmachine halen. En dan heb je dus zelf al een sticker. Ze zijn er in verschillende soorten. Deze is er. Ik hou van deze primaire kleuren. Maar er is ook zo een met een assortiment met alleen maar pastelkleuren. En er zijn een aantal in zo'n kleurschakeling, zoals rood, blauw, groen. Nou, en ik heb op dit moment een beetje een groene periode. Geen flauw idee waarom, maar. Dus deze vond ik wel leuk om mee te nemen. En deze. En ik dacht ook dat ze 89, 99 zijn. Ik weet niet precies, maar in ieder geval, het is niet duur. En ja, het lijkt mij dus ontzettend handig om je stansje dan er doorheen te doen. En dan dat je, kijk, het gaat vrij makkelijk los. En het is gewoon een sticker. Dus ideaal. Ik ben een stempel- en standjesvideo aan het maken. En dan zal ik zeker deze gebruiken. Even kijken, heb ik nog meer? Nou, één dingetje wat ik nog even wil laten zien. Hey, maar ik zag ook papier. En dat was aan de onderkant, was dat gekarteld. Dus bijvoorbeeld, als je dan een blokje hebt, dan zit er hier een kartelrandje aan. En er was er ook één met een schulprandje, dus met een rond randje. Die blokjes zijn A5, dus ja, de helft van A4 is dat. En ze waren 1,99, maar ik denk, ik geef even de tip. Die zijn nieuw, heb ik nog niet eerder gezien. Dus ik denk dat die ook heel leuk zijn. Maar ja, ik heb zoveel papier, dus ik kon niet alles meenemen. Ik heb bedacht dat als ik de volgende keer weer wat nieuws zie waarvan ik jullie een tip wil geven, dat ik daar even een foto van maak. Dat lijkt mij wat handiger. Dit is touw waar het lintje al, of waar het lichtje al doorheen zit. Deze kost, ik dacht, 1,39. En gaat dus op twee batterijtjes. Moeten er twee in? Ik denk het wel. Maar ik wil dit gaan gebruiken om mijn adventkalender mee te gaan versieren. Ik ga niet vertellen wat ik ga doen. Want ik denk dat diegene die ik heb ook wel eens mijn video's kijkt. Dus ja, dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Ik ga wel een stukje daarvan filmen, maar dat laat ik pas later zien als diegene dus de adventkalender aan het gebruiken is. Dus die video komt dan pas in december. Maar dit ga ik in ieder geval gebruiken. En ja, ik vind dit echt best een tip, want je kan hier heel veel mee doen. En dus heel leuk bijvoorbeeld je swap mee verlichten, om maar zo te zeggen. Nou, dan heb ik een aantal blokjes wat ik wil laten zien. Ze hebben weer een DIY cardmaking. Dit is dus de kerstafdeling. En voor het geval dat je nog niet weet of ik in kerststemming ben, ik ben in kerststemming. En om dat te starten doen we natuurlijk even een leuk liedje. Dat gezegd hebbende, lekker. Dit is dus de afdeling kerst. Daar gaan we nu meteen naar over. En zoals ik net al zei, dit is een DIY cardmaking. Ik heb er één meegenomen. Omdat ik deze plaatjes heel mooi vind. Omdat ze een beetje een vintage-achtig hebben. En ik weet dat er ook mensen bij de dagbesteding bijvoorbeeld zijn om kaarten te maken. Die dit een hele, ja, ook dat vintage-achtig heel mooi vinden. Er zijn vier of vijf verschillende. Eén met echt een natuurlook. Een zwart met goud. Er is één met wat meer cartoonachtige hetjes en elfjes en zo. En ik zag er één en er staat één kabouter in, kerstkabouter. Maar verder, ja, dat is een wat een stripfiguur. Kijk, ik vind deze zo leuk, want ik ben helemaal gek van notenkrakers, mannetjes. Maar ja, goed, daar vertel ik straks nog wel even wat over. Maar ik vond deze heel erg mooi. Deze is ook zo leuk, de sneeuwman. En je kan er ook een mini-boekje van maken, bijvoorbeeld. Het hoeft niet altijd natuurlijk dat je het helemaal gebruikt voor de kerstkaarten. Maar wil je dat wel doen, dan deze boekjes, die zijn 99 cent. En er zitten 4 10 bij 15. En dan 4 liggende 10 bij 15. En dan 4 vierkante kaarten van 13 bij 13. En er zijn dus een stuk of 4, 5, misschien wel 6 verschillende formaten of versies hiervan. Dus die wil ik even laten zien. De volgende die ik wil laten zien is deze. En dit is cardboard pattern. Dus dit is gewoon
karton met een printje. Het is de helft van een 30 bij 30 blok. En dat betekent dat hij 15 bij 30 centimeter is. Ik vind deze heel fijn om te gebruiken met het maken van kaarten. Deze vond ik heel erg leuk. Dus je kan hier prima een 15 bij 15 kaart van maken. Maar je kan ze ook 10 bij 15 maken. En dan heb je nog een enkel gedeelte over. Wat je weer bij een andere kaart kan gebruiken. Die sterren zijn ook leuk. Ik vond dit een heel leuk blok. En ook dat past bij ieder thema. Deze vind ik ook zo leuk. En er is overal een folie erbij. Dus je hebt 2 gewone en dan 1 met een folie. Oh nee, 3 gewone en dan 1 met een folie. 2, 3. Ja, en dan 1 met een folie. Ja, dus vond ik ook zo leuk. Ze hebben weer hele leuke ontwerpen. En bij mij is het zelfs niet 1 gangpad wat kerst is. Maar ze hebben op dit moment zelfs 2 gangpaden vrijgemaakt met kerstspullen. Dus er is 1 gangpad nu aan de linkerkant. Dus volledig met creatieve spulletjes. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. DecoTime heeft ook deze leuke paperbloks weer gedaan. Ik begreep dat er dit keer geen stickers in zitten. Ik zal even op de achterkant kijken met jullie. Er zitten weer A4, 8 keer A4 papier in. Er zit vellum in, er zit een glittervel in en die-cuts. Ik zal het even laten zien. Zo, ho, sorry, ik stoot er tegenaan. En dus de die-cuts. Nou, we kunnen er wel even doorheen flippen. Nou, ik vond deze heel erg leuk. Winter Wonderland, Counting Down, Santa. En dit is nou, een gewoon papiertje. Nou, dus een glitterpapier heb je. En als ik het zo voel. Nee, je zou bijna zeggen dat het een stickersheet is. Maar dat is het dus niet zo. Nou, dan heb je dus gewoon papier erin. Deze is ook leuk. Fairy Mary, Let It Snow, Warm Wishes, Hello Winter. Leuke. Oh, die is ook leuk met de stokjes. Oh, die is ook, maar die kun je ook nog wel gebruiken. Los van de kerst. Nou, de hulsblaadjes. Nou, moet je kijken, wat mooi. Ik weet niet of alles erop komt, maar... Nou, het is in ieder geval om een idee te geven wat hoe het eruit ziet. Falalalala, is ook zo leuk. Heb je een beetje een idee wat erin zit... En nou, heel veel die-cuts dus. Dus hartstikke leuk om te zien. En dus weer een vellum. Ik zal de video met, waarbij ik wat laat zien met vellum, zal ik even hieronder in de link doen. Want dit zijn vellumpapieren. Het is een melkachtig papier. Ik heb het al eens eerder gezegd. En daar kun je een aantal dingen mee doen. En ik geef daarover tips. Die video is al heel veel bekeken. Alleen, ja, mensen vragen heel vaak, wil je nog een keer vellum uitleggen? Dus ik ga sowieso met dit blok ga ik een sneeuwmeel maken, waar in ieder geval vellum bij in zit. Ik mag vast wel een vellumpje lenen hieruit van de dagbesteding. Ruil ik het weer voor wat anders en dan komt dat vast goed. Ik heb ook nog een ander papierblok, luxe papierblok meegenomen. En dat is deze. Deze is wat traditioneler. En dat kun je ook wel zien op de achterkant. En er zitten weer 8 verschillende in. En dan nou, weer verschillende die-cuts. Weer een glittertje en de vellum. En ja, ik vind dit een heel leuk blok. En nou, deze is natuurlijk ook leuk. Dus Patricia, ik weet niet of je kijkt. Maar die vond ik wel leuk bij jouw bulldogje natuurlijk. De vellum. Jolly, hier komt Santa. Nou, deze met stipjes. Weer een hele mooie glitter. En dan zie je weer verschillende die je nou, kan gebruiken om kaartjes mee te maken. Oh, deze is ook leuk met de scharen. Hé, hey, wat een grappige. Ja, een beetje crafting, dus dat is wel leuk. Met de blaadjes en sterretjes. Oh, deze is ook leuk met de huisjes. Kijk, en hier zit dus zo'n die-cut met een huisje in. Deze is, die vind ik ook zo leuk met zo'n lekkere rode neus en blozende wangetjes. Oh, een deurtje zit er ook in. Vind ik ook altijd leuk om wat mee te doen. En dan een lantaarn ergens aanhangen. Dus ja, dit blok, oh kijk eens. Kabouters, gnomes, gnoom. Die zitten erin. En een notenkraker zit erin. Ho. Dus ja, dit is echt een blok wat ik heel leuk vind. En hey, deze heb ik al eens ergens anders eerder gezien.
En het is een, ik kan het zo zien, een alpaca, denk ik. Volgens mij komt hij van een kaartje. Heb ik een kaartje daarvan, dat hij daarop staat. Oeh, dan moet je kijken, er zit hier helemaal een geveltje in. Ook leuk. Nou, weer een, en nog een vellumblok. Dus dat is deze. En ik dacht dat deze 1,59 zijn. En nou ja, zijn van Decotime. En Decotime maakt hartstikke leuke spulletjes. Nou, deze moest natuurlijk mee voor bij mij bovenin mijn kerstboom. Ik heb een hysterische kerstboom en daar gaat deze bij in. En deze was, nou, 1,29 of 1,89, maar in ieder geval maakt mij er niet toe. Ik had hem bij iemand anders gezien en toen dacht ik, ja, ik neem hem gewoon mee. Maar ik dacht, ik vind het wel leuk om hem even te laten zien. Ik vind dit een geweldige piek, de kabouter of de, ja, de kerstman. Maar ik vind hem eigenlijk een kabouter door de hele lange muts, zo. Misschien dat ik hier ook nog een pompoenetje op maak. Leek mij wel grappig, maar ik kijk even. Maar ik vind hem heel erg leuk. Dus die heb ik ook meegenomen. En daarnaast heb ik deze op, meegenomen. Het is een opbergbox. Die zijn... Jeetje, wat was die nou? 1,69 of zo. Maar in ieder geval, ja, ik vond deze prachtig. Ik weet nog niet wat ik erin ga doen. Maar hij is van heel stevig karton. En het is een giftbox, staat, en hij is 16 centimeter. Maar ik vond hem heel mooi, dus daarom heb ik deze meegenomen. Voordat we verder gaan met de andere Crea spulletjes, laat ik jullie nog even zien. Deze twee notenkragenmannetjes moeten mee. En je zult je afvragen, waarom heette dit nou notenkragers? Nou, vroeger was de mond en de baard, en dan zat hier achter zat een klepje. Dat kon je heen en weer bewegen, en dan ging de mond open en dicht. Daar kon je een noot in doen, en dan kraakte hij de noot. En daarom heette ze dus notenkragers. Ik heb gezien dat er een hele grote is van 14,95. Die is wel een meter groot, geloof ik. Alleen, er stond er één, en voordat ik bedacht, hé, die vind ik wel superleuk, was die al weg en ze zijn er nu hier bij ons in de Action zijn ze er niet. Maar ik denk dat ik mijzelf daarop ga trakteren dat ik die haal en dan leuk voor het raam neerzet. Ik denk dat ook leuk vinden dat de kinderen van de mini-biep dan ook dat heel leuk vinden. En deze ja, kun je natuurlijk het hele winterseizoen wel laten staan, want het is niet alleen kerst. Ze zijn ontzettend leuk. En deze twee mochten mee met mijn verzameling. En deze zijn 99 cent. En ik heb deze twee dus gezocht. Even kijken. Heb ik nog vier dingen om te laten zien. Dat is dit leuke gnoompje. Hij is er in grijs en hij is in deze kleur. Ik vind hem leuk. Hij is 89 cent of 86 cent. En hij kan staan. Je kan hem natuurlijk ophangen in je boom. En het is een heel lief klein kaboutertje. En ja, ik vind hem ook leuk om in de advent swap te doen. Want de spulletjes die ik nu laat zien, kun je ook heel leuk in een advent swap doen. Dus vandaar dat ik er echt een shotlog van heb gemaakt. En voor degene die het al is opgevallen, dit is een placemat van de Action. En deze placemats zijn 4 voor 99 cent. Je hebt verschillende soorten, maar ik vind deze wel heel leuk om te gebruiken op mijn eettafel, maar ook om even te gebruiken de komende tijd met filmen. Heb ik nog papier? Even kijken, ik kijk straks even naast me, ik heb alles naast me gezet. Papier en stickers, dit zijn foam stickers. Ongeveer 150 stuks. Ik laat even zien wat erin zit, moet je kijken, wat leuk. Is ook leuk voor je adventkalender, want je kan nou dan bijvoorbeeld een pakje maken met leuke kerstballen erin. En één met bijvoorbeeld voor na de kerst met sneeuwpopjes erin. En dan heb je toch al een heel leuk, ja, dan heb je al twee cadeautjes bijvoorbeeld. Nou, er zitten dus deze erin en een kerstboom. Och, die pinguïn is ook leuk. Is ook leuk een wintercadeautje, kun je ook na de kerst natuurlijk dan doen. De sneeuwpop hadden we al, de ster zie ik nog. Even kijken, zit er nog meer in. En de kerstkrans hadden we al, even kijken. Ja, volgens mij zijn dit ze. Oh, er zit ook nog een rendier in. Dus even kijken.
Of ik die kan vinden. Zo, ik zie onderin een rendier. Ik haal er maar even wat uit. Oh, wacht. Ja, hier is het rendier. Kijk. Oh, die is ook lief, zeg. Heel leuk. En er zit nog een cadeautje in. Nou, die zijn ook leuk. Ja, die zijn leuk algemeen. Heb ik nu alles gehad? Ik dacht het wel. Ik vraag me dan af of er 1 of 2 soorten zijn. Dus ik ga ook nog even kijken of er nog een andere soort is met deze stickers. En het zijn dus foam stickers. Ze zijn iets dikker dan normale stickers. Maar super leuk op je cadeautje, op een kaart, op je sneeuwmail. Maar ook leuk om bijvoorbeeld als heel klein cadeautje in je adventkalender te doen. En dat betekent echt niet dat je dan alle 150 stickers erin moet doen. Moet je zelf weten trouwens. Maar je kan er ook een aantal in doen. En dan heb je weer een leuk cadeautje. Want laten we eerlijk zijn, 24 cadeautjes is best veel. En ik ga een suggestie doen voor 24 cadeautjes met zelfgemaakt. Wat van je D-stash, dus wat je zelf in huis kan hebben. Wat kerst, wat Sinterklaas. Dus daar doe ik nog wat tips voor. En die video komt ook binnenkort online. Nou, en deze was 1,49, dacht ik. Even kijken, wat heb ik hier? Oh, dat is een telefoon, dus die hoef ik niet te laten zien. Dan heb ik nog 2 papierblokken. Deze zijn 1,99 en ik vond deze voor de dagbesteding wel het leukst. Dit is een traditionele Christmas. En ik leg hem even schuin, dan kun je hem beter zien. Wacht, leg ik hem even andersom naar het licht. Dat is misschien nog wat handiger, dan kun je het beter zien. Ja, dan, nou, deze vind ik wel leuk met de kabels. Dit is dennenbladen. Hier zijn allemaal kleine kaartjes. Christmas is not as much about opening our presents as opening our hearts. Ach, goed. Nou, dat, leave a little sparkle wherever you go. Leuk. Die kun je kleine kaartjes zijn. Even kijken. Nee, je moet ze zelf even uitknippen of zijn ze gestanst? Nee, je moet ze zelf uitknippen. Leuk de dennenappels. Dit is echt een textuur, hoe noem je dat? Deze, oh, een vacht. En dan heb je hier deze, kun je dus uitknippen, want het zijn, ik zal even kijken, maar volgens mij, het zijn geen stickers, het zijn die-cuts, maar je moet ze wel zelf uitknippen. Gras, nepgras, die vind ik ook erg mooi. Nou, en dit kun je overal voor gebruiken. Er zijn verschillende soorten. Ik heb er 1 gekozen en dat is deze. Deze is dus met glitter en dit is een design pad met 24 sheets. Maar dus ook 24 verschillende. Wat ik altijd prettig vind is dat aan de voorkant je altijd kan zien wat erin zit. Deze zijn 1,99. En daarnaast heb ik deze voor mezelf meegenomen. Want deze vond ik wel heel erg leuk. Dit is de Foil Christmas Design Pad. Alleen, deze heeft zulke mooie papieren. En dus ook kaartjes erin. Moet je kijken, wat prachtig toch. Dit, Oh Holy Night. En dit is, This Present is for Be Bright, Be Merry. Nou, dus toch, maar deze ook. Wat toch leuke dingen. Ze staan wel op de kop, maar je ziet wel het effect. Dus dit is wat erin zit. Nou, deze, ik zal hem even zo doen. Moet je kijken wat een mooie dit is. Ja, 30 bij 30, 1,99. Ik zag hem liggen. Ik weet dat er heel veel mensen naar deze zoeken. Dus, ik begreep bij ons dat er nog een aanvulling komt weer op de spulletjes van de Action. Dat ze nu weer toch redelijk voorradig allemaal zijn. Dus, of bevoorraad. En dit is, kijk, hier heb je nog een. Het is toch geweldig, wat een leuke. Nou, ik vind dit heel mooi. En dit is dus voor de advent, dus 1 van de adventkalenders die ik maak voor de swap. Wat ik maak dit jaar 2. 1 van de stippenswap en 1 op Sneeuwmal Inspiratie NL. Ik kon het niet laten om er 2 te maken, want ik dacht eerst ik maak er maar 1. Maar ik vind het altijd toch best wel een pittig periode. Maar ik dacht, nou, ik vind het toch leuk om bij beide en op Facebook mee te doen. En dus bij de stippenswap. Dus ik maak er 2.
En één ga ik dit voor gebruiken, want ik vind het zo'n mooie advent aftel cijfers. Dus deze. Heb ik nog een oproepje? Ken je mij via Facebook of Instagram? Heb jij spulletjes zoals tape, stickers, plaatjes met notenkrakers erop? Ik hou mij echt warm aanbevolen en ik wil graag met je ruilen voor wat anders. En wie weet heb je in afgelopen video's wat gezien waarvan je zegt, hé, daar wil ik wel voor ruilen. Helemaal prima, maar... Of heb je tips waar wat te koop is met hele leuke notenkraker, mannetjes? Want ja, dat is toch wel echt mijn favoriet. Dus ik hoop dat iemand wat leuks heeft gezien. Ik kijk even goed naast me, maar dit is wat het was voor dit keer. Ik hoop dat je de lange video leuk hebt gevonden, deze shoplog. En nou, dat je in ieder geval de volgende keer weer komt kijken. Ik wens je een heerlijke dag, een fijne avond. Hey, en tot de volgende keer. Toedeloe!